Goedemorgen. Ik geloof dat de storm een beetje is al nu gaan liggen. Al waait het nog wel behoorlijk. Maar niet meer zoals gisteravond. Wat ga ik vandaag doen? Nou, ten eerste ga ik mijn groenten aanvullen. En ten tweede ga ik een interview bij de kledingbank. Dat is vanavond weer, tenminste op deze film te zien. En voor de rest, ja, ik hoop een klein beetje te fietsen. En vanavond ga ik naar de Chachi. Dus. Dat is mijn programma van vandaag. Wat heb ik als ontbijt? Ik ben eigenlijk een beetje suf bezig. Want ik heb al afgenomen van mijn kringetjes. En toen realiseerde ik eigenlijk dat ik nog even moest filmen. Ik heb dus twee kringetjes. Met Kassel en Riep. En ook onze vriendin die vindt het weer lekker. Dus ik heb jeuk aan mijn neus steeds. Niet dat ik ben geen kook gebruiker. Maar dat ga ik vandaag dus doen. En, ja, zie je later. Goedemorgen. We zijn hier bij de kledingbeurs. Er wordt druk gebouwd. Ik ben hier met Marijn Heijnen. En dan ga ik een interview mee halen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is Marijn Heijnen. Zij is van de kledingbeurs. En hoe kom je op het idee om... Wat is de kledingbeurs? Laat ik het zo eerst stellen. Ja, de kledingbank. Samen op kleding in. Voor mensen die zelf geen geld overhouden om kleding te kopen. En op vertoon van een verwijsbrief van een hulpinstantie of een sociaal wijkteam of een bewindvoerder, kunnen ze bij ons gratis kleding komen uitzoeken. Oké. Dus je moet echt een soort pasje hebben of een bewijs. Ja. Dat je bij dus de... hoe moet ik het zeggen? De mensen die te trots zijn om naar de voedselbank of naar de schuldsanering te gaan, die vallen eigenlijk een beetje buiten de boot. Nou, wij werken op zich niet alleen samen met de schuldsanering. Dus bij wat voor hulporganisatie je ook zit, dus of het nou via de huisarts is of een interne begeleider via school, die kunnen ook gewoon mensen doorverwijzen. Ja. En misschien een hele rare vraag, maar krijg je hier subsidie voor? Nee, wij krijgen geen subsidie. Wij zijn helemaal self-supported. Dus eigenlijk zegt de politiek, dit bestaat niet? Dat is wel eens gezegd, dat het niet nodig is. Oké. En jullie zitten nu in een nieuw pand. Jullie zaten eerst in een ander pand en dit is makkelijker, economischer. We moesten uit ons andere pand. We hadden een pand op de Noorderhoofdstraat hier in Krommenie. Maar dat was verkocht, dus daar moesten we uit. Ja. Dus we zijn heel lang op zoek geweest naar een pand die we en konden betalen. En een beetje bereikbaar is. En waar we alles in één kunnen doen. Want we hebben ook nog een uitgiftecentrum in Borgerveer. En straks hier op de Vermaningsstraat komt alles lekker bij elkaar. Ja, oké. Hoe financieren jullie die dan? Wij zijn helemaal afhankelijk van giften. Dat en we krijgen van de kleding, wat dus niet geschikt is om her te gebruiken bij mensen, krijgt een tweede bestemming. Of een deel gaat bijvoorbeeld naar het buitenland. Of het wordt gerecycled, wordt het vermalen en dan worden er schoonloopmatten en poetsdoeken van gemaakt. En wij leveren dat per kilo en daar krijgen we een paar stuivers voor. Oké. En daar leveren wij van. Dus, en is het vrij druk? Of, Nou, het is niet vrij druk, het is hartstikke druk. Het is hartstikke druk. Ja. We hebben nu ongeveer al 3800 mensen gekleed in die bijna 4 jaar dat wij bestaan. Dus het is niet dat we hier zitten op te wachten op mensen. Oké. Ja. Ik zal even de pand een beetje laten zien. En dan weten jullie ook waar jullie zo naar je geld heen moeten storten. Dit is helemaal kaal. Het is helemaal kaal. Er zijn vrijwilligers bezig om een wandje te zetten.
Dat wordt allemaal gesponsord door bedrijfjes. Mensen, giften, net wat Marianne allemaal zegt. Dus ik vind het een heel goed doel. En ik, ja, ik zal even vragen wat Marianne. Heb je nog wat te vertellen aan de mensen? Ja, geef me maar een uurtje. Nee, ik heb een hele hoop te vertellen. Ik wil graag dat. Ik zou heel graag. Ik zou het heel leuk vinden als mensen die dit horen, zien. Dat die nu van het bestaan af weten van de Kledingbank. Dat die onze Facebookpagina liken, Kledingbank Zaanstad. Dat mensen ook het woord Kledingbank doorgeven, omdat heel veel mensen er nooit van gehoord hebben. En ga je kast een keer opruimen en kom het brengen. We hebben ook door heel Zaanstad op verschillende plekken inzamelpunten. Er is vast ook een bij u in de buurt. Dus kijk op onze website www.kledingbankzaanstad.nl en help ons op wat voor manier dan ook. Ja, mijn viel op wordt niet alleen bekeken in de Zaanstreek, maar over het hele land zijn er nog andere kledingbanken, ja. Beurzen. Ja, ik ben ook een van de initiatiefnemers van de Landelijke Vereniging van Kledingbanken. Ook die heeft een website, www.kledingbanken-nederland.nl. Daarop staan alle kledingbanken die bij ons aangesloten zijn, uit heel Nederland. Dat zijn er ondertussen een stuk of 60. Dus ook bij u is er vast wel een kledingbank in de buurt die uw hulp heel goed kan gebruiken. Ja, oké. Okay. Over naar mij. Ik weet het, we hebben het gehoord en ik vind dit een heel goed doel en daarom ben ik ook hier. Ik ga mijn naam hier aan verbinden en ik laat me af en toe krijg je een update van hoe het hier zit. En ja, jullie weten, mijn kring is heel erg groot. Dus iedereen die dit ziet, helpt dit deze mensen. Want het is een goed doel. Het doet veel meer dingen dan. Dan verval ik weer in de politiek. Ik zal de naam niet noemen, maar jullie weten wie ik bedoel. Dus meneer Samson, hij goed gewerkt. Een goedemiddag, we zitten weer bij de lunch. Ik ben net terug van het interview met Marianne Heijnen van de Voedselbank. Het is eigenlijk wel treurig eigenlijk ook. Zegt de politiek nog steeds, jongens, er is geen armoede. Wij zijn een rijk land. Ja, 1% hè. 1% is rijk. 99% zijn allemaal van die sloepers zoals ik. En u. Dus. Maar ja. Ik vind het diep trust. Treurig. En daarom moet dat al gesteund worden. Ik ga er ook zeker weer een keertje terug. Ik weet het zeker. En ja, ik heb mijn naam eraan verbonden. Dus ik ga ook mijn netwerk even inschakelen. Dat er wat meer moet gebeuren. Dus. Maar ja, tot de orde van de dag, want we kunnen niet blijven treuren. Ik heb als ontbijt, of als ontbijt, als lunch, heb ik dan nu een uitgebreidere lunch als anders. Ik heb een krekkertje met kaas, 30 graden plus. En ik heb een omeletje gemaakt met, er zit spek in, er zit tomaat en champignons heb ik erin. Dus. Ik heb voor vanavond heb ik nog een kijkersvraagje. Dus. Ja, ik ben eigenlijk een beetje stil door. Door al de gebeurtenissen. Parijs. Nu die kledingbank. Als je er goed over na gaat denken, dan is het eigenlijk diep treurig. Dus
Ik herhaal de Facebookpagina nog even van Marjan. Dat is de kledingsbeurs. Facebook.dekledingsbeurs. En anders zoekt u het maar even op. Ik zal het ook nog vanavond nog een paar keer zeggen. Nee, de kledingsbank is het. Sorry dat ik het zeg. De kledingsbank. Ja, en dan ga ik niet even eten, anders wordt mijn ommetje koud. Na de opname bij de kledingsbank ben ik nog even naar de markt gegaan. En dit is wat ik gekocht heb. Ik zeg pas aan het eind van de vlog, zeg ik wat ik dit allemaal gekost heb. En ik geloof niet dat u het gelooft. Dus het zijn tomaten, bloemkool, sperziebonen, twee komkommers, bleekselderij, een pond champignons, een pond bieten, punt paprika's en 4 kilo persiensappel. Dus ik had het ook als huiskamervraag gezien. Wat denkt u dat het gekost heeft? Goedenavond, we zijn aangekomen bij je. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond wilde spinazie met spekjes en geroosterde pijnboompitten. Ik heb ze al klaar, tenminste. Ik heb de pijnboompitten heb ik al geroosterd. Dit is wat we nodig hebben. Pijnboompitten, wilde spinazie en spekblokjes. In het recept staat vegetarische spekblokjes. Ik neem gewoon dus spekblokjes. Ik ben geen vegetariër. De ene keer dan neem ik wel vlees en de andere keer neem ik geen vlees. Dus ik zie u zo meteen aan tafel. Zo, we zitten aan tafel. Even de dag doornemen. Zoals u gezien hebt, ben ik bij de kledingsbank geweest. Ik vond het heel indrukwekkend. Nogmaals. Ik hoop dat jullie die mensen steunen. Like in ieder geval hun Facebook. Het is Facebook / kledingsbeurs. Daar staan wel verwijzingen op naar een kledingsbeurs in de buurt. Ik had ook nog een huiskamervraagje aan gezet. Nou, voor het hele pakket wat ik daar had, heb ik bij elkaar €9 betaald. Dus je kan zien dat het op de markt een stukje goedkoper is dan bij Appie de Happy. Wat eten we vanavond? Nou, dat heb ik in de keuken laten zien. Wilde spinazie met pijnboompitten en spekjes, aangebakken spekblokjes. Dus ik wie is het geworden? Dit is het geworden. En ik ga zo eten. Want ik moet vanavond nog naar Chachi toe. Dus ik kijk dat filmpje ook even oplaaien. En voordat ik weer ga. Dus ik wens u een hele prettige dag. En vergeet niet te liken. En als je oude kleding hebt, maak je kasten, of tenminste, maak je kasten leeg. En breng hem naar de kledingsbeurs. Die maken andere mensen weer gelukkig mee. Dus het maakt niet uit wat het is. Al is het je feestkleding. Dus, en Martijn, koolhydraten. Oké. Het is geen geheime boodschap. Was even een geintje. Dus
Mensen, ik wens jullie een hele prettige avond.